Hi Lubas, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En in deze video ga ik letterlijk al mijn verzamelde munten, mijn lentemunten, van het Ruitenfestival ga ik inleveren. En ik heb uitgerekend dat ik eigenlijk volgens mij ongeveer 855 munten nodig heb om echt alles te kunnen kopen. Nou is het voor mij nu donderdag, dus ik red sowieso om echt alles te halen. Want ik doe gewoon echt dagelijks alles en je kan ongeveer 50 munten per dag krijgen. Ik heb echt gegrind voor mijn leven, want ik wou gewoon letterlijk alles hebben. Maar laten we gewoon beginnen. Ik ben best wel benieuwd. Ik vind het wel jammer, want ik heb natuurlijk fucking veel nu. Meer dan 800 munten. Maar uiteindelijk heb ik het natuurlijk wel hiervoor gedaan. Laten we kijken, gewoon laten we voor het eerst... Eerst beginnen bij de Western set. Zal ik gewoon hier alles pakken? Ja, dat is wel handig. Volgens mij heb ik ook alle zadeltasdiertjes meegerekend. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom met het aantal munten die ik heb. En of ik het überhaupt heb goed uitgerekend, want dat weet ik niet. We gaan sowieso eerst voor alles met stats. Want de Bobcat set heeft geen stats, maar die wil ik wel graag hebben. Gewoon zodat ik het heb. If that makes sense. Dus ja... En ik ga, als ik dit allemaal heb gekocht, ook de outfits raten met jullie. Oftewel, ik ga ze een cijfer geven. Ik dacht hij verscheen hier zo. Ik dacht misschien heb ik hem al. Oké, bij tech moet je goed opletten dat je niet dit gewoon allemaal achter elkaar gaat klikken. Want dan heb je dus ineens 20 zadels. Dat had Jesse. Ik zag het in de video. Ik dacht, oh nee, straks krijg ik het ook. Goed opletten dus. Dat je niet 100 dingen van dezelfde koopt. zadeltasje, deze is trouwens best wel nice. Ik vind sowieso die sets eigenlijk best wel lijp. Oh, ik heb er down to 600, gewoon nu al, hè. Het is meer dan 200 euro, hoor mij. 200 dingen per set. 200 tokens per set. Dus dat is best wel veel. En ja, we gaan nu deze doen. En we gaan gewoon hetzelfde doen als net. Ja, ik doe straks passen, alles passen, denk ik. Straks pas, alles pas, oké. I love the orange, guys. I fucking love it. Ja, ik ben helemaal fan van oranje. Ik weet niet of jullie dat weten, maar oké. Nou, ja, ik denk het wel. Oké. Oh, die gaat wel ineens weg. Dus daar heb ik echt alles meegerekend. Dus ik hoop dat het een beetje klopt. Dit is ook een zadeltas dingetje. Ik wil gewoon letterlijk alles hebben. Het spijt me. Ik ben gewoon zo. Ik ben gewoon echt kut. Zal ik het even allemaal dumpen in mijn kast? Want hier kan natuurlijk geen set meer bij. Hoe ga ik dat doen? Heb ik ergens nog een leeg? Ik heb gewoon letterlijk nergens... Oh jawel. Nee. Nergens helemaal leeg. Laat ik hem op 15... Nee, op 14 is eigenlijk in principe leeg. Dat is mijn starter set. Die staat er. Laat ik dit gewoon even hier dumpen. Schoentjes. En dan... wordt deze er ook nog bij? I guess so. En dan die niet. Wacht, waar hoort deze nou bij? Western, oké. Oh, ik was alweer in de war. Oké. Nou, dan doen we deze. Oh, eentje opschuiven. Spannend. Ik ben benieuwd hoe het staat. Deze hoort hierbij. En dan hebben we hier huisdieren. Hier heb ik alle bloempjes. Ja, die vind ik niet zo interessant. Die hoef ik niet per se te laten zien. Ik bedoel, ja. Dat zijn maar gewoon diertjes. Uitrusting. Even kijken waar ik dat kan dumpen. 11. Sure. Helemaal prima. Nou, dit boeit allemaal niet zo heel erg. Het is gewoon hop, hop, hop. Allemaal naast elkaar. En dan heb ik deze set. Ik ben wel blij hoor, dat ik gewoon zoveel gegrind heb. Ik heb één dag heb ik overgeslagen. Eén dag. Dus ja, dat valt nog mee toch? Voor de rest heb ik alle dagen gedaan. Ik heb gewoon nu down to 300 nog maar. Ah, oh my god, nee, 400. Dat klopt wel, want ik heb twee sets gekocht natuurlijk. Oké, heb ik alles van deze set? Ja, hè? Oké, waar gaan we nu heen? Ik wil die Bobcat set toch echt als laatste gaan doen. Dus we gaan nu naar de zadeltasdiertjes en zo. En dan kopen we die eerst allemaal. Because die wil ik toch wel iets grager dan de Bobcat set. Omdat die gewoon geen stats heeft. En ik hou van deze ballon, jongens. Ik wil hem. Absoluut. En ik wil deze ook. En ik wil die andere ook. Kijk, ik heb echt zo
goed gespaard. Oké, okay, nou heb ik, zoals je ziet, 884 nog over. Dan heb je hier de Bobcat set, maar je hebt daar ook nog een paar zadeltas dingetjes. Ja, ik doe deze ook gewoon hoor. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik deze heb meegerekend, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat ik waarschijnlijk niet genoeg heb nu voor deze set. Nou, boeien, we gaan gewoon kijken. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen, want ja, meer is er niet van. Deze volgens mij iets goedkoper ook als die ander, maar dat weet ik niet zeker. Ik wil dit gewoon omdat het grappig is om te hebben. En meer niet, maar ik ga het waarschijnlijk net niet redden. Want ik had natuurlijk geen 855 munten. Ik had iets minder, net over de 800 volgens mij. Maar dat is denk ik niet heel erg. Ik wou het gewoon even zo laten zien aan jullie. Oeh, welke heb ik nou nog niet? Ik heb het staartdingetje nog niet. En alleen de bloemen. Ja, ik kwam dus inderdaad 35 tekort. Well, that's okay, I guess. Ja, laten we nu de sets aan gaan doen. Oh, ik heb er 4. Dat is echt weinig. Nou ja, oké. Okay. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb letterlijk zoveel gegrind. Ik heb letterlijk alles kunnen halen. Dus daar ben ik echt fucking blij mee. Weet je wat je ook kan doen? Zo. Kan natuurlijk hier ook. Hier ben je paard teruggebracht in topconditie. Is dit dan een soort item die je dan kan voeren aan je paard? Of is dat. Gaat dat over het paard waar je op rijdt, zeg maar? I don't know. Wow, ik heb haar ook al lang niet meer gezien. Nou, heel interessant. Trouwens, eventjes. Wat ik nog wil zeggen. Ik heb. Ik accepteer geen vriendschapszoeken meer. En dat komt omdat het echt te veel werd. En. Soms deed mijn chat het niet eens meer. Omdat. Ja, ik accepteerde zeg maar altijd iedereen. Alleen. Ja, dat liep een beetje uit de hand. Echt heel veel mensen gingen vriend vragen en alles. En iedereen ging allemaal, ja, in vriend zeg maar dingen zeggen en zo. En op een gegeven moment liep mijn hele chat vast. Kon ik geen gewoon niks meer. Kon ik gewoon bijna niks meer. Hoe heet dat zeggen en zo. Ja, dan zeg maar de chat Jezus, ik kom niet uit mijn woorden. Wat vreselijk. Oh mijn god. Wat ik nou wil zeggen is, ik ben ook tegelijkertijd bezig, dus dat is helemaal niet goed voor mij. Wat ik wil zeggen is, mijn chat verdween ineens. Dat wou ik zeggen. Mijn chat verdween ineens, soms. En dat is kut. En toen kon ik gewoon niks meer. Dan kan ik gewoon niks meer zeggen. En het kwam gewoon puur omdat ik, omdat het best wel druk werd in de chat. Dus vandaar dat ik nu gezegd heb van, yo. Ik verwijder gewoon letterlijk iedereen, behalve mensen die ik of van vroeger ken en goed bevriend mee was. Die kunnen wel eens, soms niet online komen of helemaal niet meer, maar die hou ik gewoon in mijn lijstje, zodat ik ze niet vergeet. en natuurlijk club, mensen uit mijn club waar ik veel mee omga, dat soort dingen, die heb ik natuurlijk gewoon allemaal wel gehouden. Ik accepteer dus ook, ja, ik ga het ook niet meer accepteren, zeg maar, dus. I'm sorry. Maar it be like that. Ja. Dat dus. Wou ik gewoon even zeggen. Ik denk voordat iemand straks helemaal boos gaat worden op mij. Van oh, je bent verwijderd als vriend en zo. Dat klopt. Maar er zit wel een reden achter. En voor mij een logische reden in ieder geval. Dus laten we het zo. Laten we het daarop houden. Ik ga nu de sets aandoen. Ik ga deze aandoen. Ik doe wel even mijn set die ik nu aan heb. Even schoon. Als dan. Word ik verward. Zo, oké. Dat is dit. En dan doen we nu dit. Ah, godverdomme, dat meen je niet. Oh my god. Moet ik serieus een ander paard? Ja, die kan natuurlijk ook niet. Are you kidding me? Are you fucking shitting me? Are you fucking kidding? Oké, fuck. Dan moet ik een ander paard gaan halen. Oké, fuck dit. Be right back. Zo, ik heb even mijn Pasofino Stargazer opgehaald. En dit is dus de set. Hij staat hem trouwens echt fucking mooi. Dit is dus de barok set. De gouden barok set. Al vind ik hem zelf wat meer oranje. Maar goed. Oh, misschien past die ballon. Oh, ik heb de ballon niet hier. Wacht. Die oranje ballon past hier natuurlijk perfect bij.
Ja, die gaan we even pakken. Yes, 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 yes. This is it. Er was er nog een ander diertje die hierbij hoorde. Volgens mij wel. Je weet alleen niet meer welke. Deze. Goudkleurige barokroos. Maar ja, dit is niet goud. Dit is gewoon rood. Kijk, hij heet letterlijk goudkleurige. Met gouden versieringen. Nou, I don't see it. Ik vind deze ballon er eerder bij passen. Maar goed. Dat is dus set 1. Ik ga nog eventjes inzoomen. Zo, eventjes die bloem aan de kant. Heel veel details. Op het zadel details. Ik hou trouwens van die single. I love it. Ja, heel veel. Ik zelf, ja, ik zou dit zeg maar niet als set dragen. Misschien wel gewoon een paar delen van de set, zeg maar. Dat zal ik gewoon dragen. Maar ik vind bijvoorbeeld die sokken, vind ik een beetje, ja, het is een beetje koninklijk natuurlijk. Ik bedoel, ja, het is een barok set, dus ja. Heel veel details op het shirtje en mooie oorbellen. En op de gloves, oftewel handschoenen en zo. Ja, ik vind het wel een hele mooie set. Ik ben blij dat ik hem heb. We go up to the next one. Even kijken. Ik doe eventjes... Dit is de western. Dus dan deze eventjes hier zo. En dan gaan we de western set aan doen. Ik hou ook hiervan, echt waar. Ik hou van dit. Ik ben zo blij dat ik het allemaal heb. Oh, dit ziet er echt nice uit. Niet te matchy-matchy, zeg maar. If you know what I mean. Hop, hop. Hop, hop, hop. En hop. Oh, dit is toch mooi. En het paard staat echt alles. Ik meen het. Trouwens, ik moet nog een cijfer geven. Ik geef de barok set een 8. Ja, een 8. Oké. Oh my god, dit is so pretty. Ja, ik hou hiervan. Ik hou ook van het zadel. Het is zo lekker fluffy. En dit topje, dit is echt perfect. Ik heb dat nog helemaal niet. Ik had dat nog niet. Oh, en ik hou gewoon van de bruine kleur. En de broek is perfect, want er zit spijker op. Het is niet dat die... Als die broek ook nog wit was, zeg maar hier, dan was het echt... Weet je, een beetje overdreven. Maar dit is echt perfect. Ik hou ervan. En kijk hoe perfect ook... Ja, nee. Ik hou er gewoon van. Ik vind die zadels ook zo mooi. En dit ook, de textuur van het dekje is echt... Amazing, amazing. Ik geef dit... Zet je een 9,6. Ja, ja, ja. Absoluut. Oké, en we hebben natuurlijk ook nog oorbelletjes. Die zijn ook natuurlijk hartstikke leuk. Oké, nu gaan we door naar de Bobcat set. Maar die hebben we nog niet helemaal af. Ik moet alleen nog het staartlintje. En volgens mij het diertje ervan. Oftewel, ja, het diertje. Maar hoe heet dat? Het, hoe heet dat? Dinges, jezus. Het zadeltas ding. Volgens mij zijn het gewoon bloemen. Kleren. Ik vind het jammer dat je geen twee accessoires op kan. Oftewel gewoon een bril en, hoe heet dat, oorbellen of zo. Dat is wel grappig. Dat zal grappig zijn. Deze moet ik even terugzetten, want die hoort hier niet. Die hoort bij de western set. Alright. Oh my god. Oké. Deze bloemetjes horen niet bij. Ik moet heel even kijken. Volgens mij zijn het ook roze bloemen die hierbij horen. Ik kan wel eventjes de, die pakken, want die heb ik wel gekocht. Ja, roze bloemen en een roze staartstrikje, dus ja. Ik pak wel eventjes de veulenkit. Oh, dit is de verkeerde kut, sorry. Oh, dat moet hier zijn. Oké, huisdieren en dan heb ik hier zo ergens die veulenkit. Veulenverzorgingsset. Wat is dit eigenlijk? Oh, ja, oké. Nou, dit past er ook wel bij, want dit is ook roze. Vooral het flesje is roze. Oké, even op. Zo. Wat vind ik hiervan? Nou, ten eerste, ik vind roze... Roze is niet echt mijn kleur. En waarom dan ineens die schoenen zo blauwachtig paars zijn? Dat snap ik ook niet helemaal. Zien jullie wat ik bedoel? Ja, het hoort gewoon zwart te zijn dan. Of gewoon met roze. En ja, die naadjes van het zadel zijn ook allemaal roze. Ja, ik vind het wel grappig, maar ik zou het echt zelf never nooit dragen op Star Stable. Ik vind het wel jammer daarentegen dat het geen goede stats heeft. Want het dekje bijvoorbeeld kan ik best wel gebruiken voor een ander soort setje. Of de broek, die is ook mega leuk. En ik vind alles apart qua items vind ik best leuk. Maar ik zou gewoon nooit...
Ik zou gewoon nooit als hele set zeg maar zo gaan dragen. Deze peeskappen, die heb ik toch al. Of in ieder geval iets wat echt mega erg op lijkt. Wacht even. Wico, kijk. Oh nee, ja, deze. Die lijken er zo erg op. Alleen die klittenbad dingetjes zijn ook roze bij die. Kijk. Oké, okay, dat maakt niet uit. Ja, wat voor cijfer geef ik deze? 6,5 denk ik. Want ja, alle items apart vind ik wel leuk. Maar ja, daar is het ook al mee gezegd. Oké, ik ga even mijn eigen set weer aandoen. Oh, nee, niet mijn club set. Hop, 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 hop. Ik hou wel van de zonnebrilletjes ook. Dus ja, dit was de video alweer. Ik heb nog maar 4 tokens over. Maar is niet erg, ik ga gewoon de komende dagen gewoon nog steeds sparen. En dan kijk ik wel, misschien kan je wel dingen kopen. Ik bedoel, je kan dus ook nog die zadels opnieuw kopen. Bijvoorbeeld. Ik zeg maar, want deze kan je opnieuw kopen. En dan kan je het waarschijnlijk verkopen voor Jorvik shillings. Ja, deze voor 750, snap je? Dus als je daar dan gewoon, dan heb je gewoon een beetje een voorraad Jorvik shillings. Dus ik zou even kijken wat de andere zadels, hoe duur die zijn. Want die zijn ook nog eens goed. Hier, deze verkoop je voor 1000 allebei. Meestal zijn de zadels ook het duurst. Dus als je ja, nog springtokens over hebt, kan je altijd... Oh, dit zadeltasje hoort hier absoluut niet bij. Kan je altijd nog gewoon extra zadels gaan inslaan. En dan kan je gewoon een voorraad aan Jorvik shillings ja, aanschaffen. Ja, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is gratis. En daar zou je mij heel blij mee maken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!